Kennis Adrie. Kennis Alfons. We gaan op zoek naar het korreldier. Armadillenvoet. Nee, hamers hebben ze met je. Nou, ik kan een beetje aanzetten hier. Joh, hier allemaal holen, allemaal armadillenholen hier. Kijk, heel veel. Je kunt hier eigenlijk. Is dat armadillenholen? Ja, kijk hier, allemaal dikkelt gericht. Helemaal vol hier. En ze schijnen heel lekker aas te eten, ze zijn heel lekker aas. Ze zijn heel lekker te vinden, dus. Het schaap ligt niet precies goed. Omdat die armadillo, dat is een zeg maar ontwerp van, wat op het eiland Zuid-Amerika ontstaan is. En die had eigenlijk geen concurrent, er waren diertjes met schilden allemaal. Die hebben in overeenkomst is dat ze allemaal schilden hebben. En die diertjes begonnen klein en die begonnen van sommige van die schilddiertjes met schilden gingen insecten eten, sommige gingen aas eten, sommige gingen planten eten. En vooral die planteneters. Nou, die had niet veel concurrentie, die werden heel groot. Die waren hele grote reuze armadillo's, zeg maar. Dat waren enorme. Nou, ik denk dat ze zo groot als een enorme dingen, zijn dat. En die zijn eigenlijk nog familie van die armadillo die je hier ziet. Maar eentje is er nog over, dus die kleine armadillo die hier nog aan de grond loopt. Dat is de enigste survivor, zeg maar, die er nog aan de grond loopt. Er zijn een paar andere soorten, die leven meer in de tropen. Maar in dit gebied is er eentje, eens in zijn. En daar zijn alle andere armadillo's, zeg maar, al die soorten om uit te zorgen. Prehistorisch of niet? Het is prehistorisch, hè? Het mooiste beetje terug. Ja. Kijk, daar staat je. Stil. Zijn staart lijkt op een klieptedon. Die schub staat. En die klieptedon is alleen veel groter. Maar die reuzengordeldier. Maar hij is precies eigenlijk hetzelfde als een reuzengordeldier. Die klieptedon. Alleen, het is veel kleiner allemaal. Ik zie die nagels. Dat is de panzerplaatje, die helm op zijn kop, die glyptodon hebben die ook. Net die prehistorische vorm. Wauw. Onbelievend mooi. Zo'n mooie roze is er nog, hè? En dit is de grote broer. Dit is een glyptodon. Dat is een hele grote versie van het kleine gordeldiertje wij gezien hebben. Dit is een hele grote plantetende versie. Met een enorm groot schild. Die kon zo groot worden omdat hij geen natuurlijke vijanden had. En hij werd als het ware een hele grote schildpad eigenlijk. En moet je maar kijken hoe die eruit ziet. Het lijkt een hele grote reine tank.
enorm schild. En als je even mee naar de achterkant komt met de staart kijkt, dan zie je een enorme grote knuppel aan de staart om wie weet wat neer te sabelen, neer te knuppelen. Zijn buitenkant van de huid bestaat eigenlijk al een grote botplaten. Zijn wervels in zijn staart zijn vergroeid aan de buitenkant een stuk een grote ringen bot. Hij heeft hele kleine stevige beentjes. Hij loopt heel langzaam door het landschap heen en eet eigenlijk alles wat voor zijn voeten komt. Hij is niet snel, dus hij vreet gewoon al het taaiste gras en alles wat hij kan voor zijn voeten komt, eet hij op. En dan kun je heel goed zien aan zijn hele grote kaakspieren. Je ziet hier dat hij enorme grote flappen heeft hangen aan zijn gezicht en een enorme diepe kaak. Hier hebben enorme grote kaakspieren gezeten die om zijn voedsel hele taaie gras te vermalen. Er zit heel veel taaie vezels en kiezel zit erin, dus hij heeft enorme dikke kaakspieren voor nodig. Hij heeft ook enorme dikke, hele hoge tanden heeft hij. Hele diepe tanden die altijd maar door blijven groeien. Zoals als ze zijn tanden afslijten, dan komen er steeds meer blijven tanden steeds meer doorgroeien. Dat steeds weer nieuwe zijn tanden goed sterk blijven. Ja, hij is uitgestorven, maar is eigenlijk heel succesvol eigenlijk. Het is eigenlijk een Zuid-Amerikaans ontwerp. In Zuid-Amerika kwamen zelfs drie soorten van deze megavorm, zeg maar, voor. Hij was eigenlijk zo goed ontwerp dat hij zelfs van Noord naar Zuid-Amerika, toen die landverbinding er kwam, 3 miljoen jaar geleden, dat hij als eentje ervan, als enigste, naar Noorden migreerd is. En dan was hij heel succesvol. Tot de Indianen kwamen, tot ongeveer denk ik een 20.000 jaar geleden de eerste mens in Noord-Amerika binnen kan wandelen. Ja, en daar had hij dus geen verweer tegen, hè? Want als je met speren kunt jagen allemaal en je kunt van afstand dood en met speren, en misschien hebben ze het ons om kunnen kantelen, zeg maar, hè? Dan heeft hij geen verweer. Maar alle natuurlijke velden die hij voorheen had, zeg maar, tijger of sabeltijgers en grote leeuwen, die konden er niks mee. Het is heel mooi te zien hoe zo'n beest het echt eruit heeft gezien. Dan kun je toch ook een betere voorstelling van maken hoe zo'n groot beest eruit ziet. Ja, en die heeft weer worm met helemaal een iets andere staart als die andere. Ja, dat die andere te knuppelen op het eind zit. Hij is een beetje actieve verdediging. En die andere die glipt wel meer passief meer, denk ik, of niet? Want die doet niks met zijn staart.